Hoi allemaal, daar ben ik weer. Vandaag weer een bullet journal video. En zoals je kan zien, februari is afgelopen. Dus we gaan naar maart. Ik ben een beetje zoekende naar wat ik precies wil. Ik heb het heel simpel gehouden. En ik heb een beetje wat meer met washi-tape gedaan. Om te kijken of ik dat het leuk vind. En eigenlijk is dit mijn eerste pagina. Ik heb... Een weekindeling heb ik zo gedaan. Het is gewoon een hokje met wat vakjes. En zo heb ik alle weken en dagen ingepland. Ik heb een vakje voor notities. Zodat ik dingen kan opschrijven die ik niet vergeet. En ja. Hier heb ik ook nog een to-do vakje erbij. Omdat ik verwacht in deze week iets drukker te zijn. Dan de afgelopen weken. Dus vandaar een extra vakje. En dan heb ik hier nog wat leuke vlindertjes getekend. Want ja, het is maart. De lente komt eraan. En dan heb ik ook iets nieuws deze maand. Want ik ga namelijk een mood tracker bijhouden. Ik heb deze getekend. Ja, ik dacht, ik hou het gewoon simpel. Er staat love, hope, life. En ja... Dus het is een mood tracker. Ik heb wat verschillende kleurtjes gebruikt. Met, ja, ik weet nog niet of het gaat werken of ik het al ga bijhouden. Maar in ieder geval, ik ga het proberen. En ja, dit is hem. Gewoon heel simpel. Dan ga ik weer One Line a Day doen. Want dat ging deze maand ook heel goed. Deze maand is februari, want hij komt in februari online. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. En ik heb niet... 31 dagen gedaan met 26, want ik merk dat ik af en toe wel eens een dag oversla. En op zich is dat niet erg, maar ja. 26 vakjes voor 26 lijntjes. En dan als laatste pagina een fit challenge. Ik wil namelijk elke dag gaan sporten. En of in ieder geval iets van oefeningen doen. Om ervoor te zorgen dat ik ook minder pijn heb. En dit zijn een beetje dingetjes die ik normaal gesproken doe. En dus ja, ik ga bijhouden welke dagen ik wel iets ga doen en welke dagen niet. En zo kan ik mooi een overzicht, ja, heb ik mooi een overzicht van wanneer ik wel iets kan doen en wanneer niet. En of er misschien ja, een patroon te vinden is. En dan was dat alweer mijn maart planning. Ja, heel simpel. Vorige maand, ja, dit werkte gewoon echt helemaal niet voor mij. Dit werkte veel, veel beter. Dus ik wilde zoiets, maar dan net iets simpeler en ja, overzichtelijker. Want ja, nu heb je toch een beetje met die vakjes dat je denkt van oké. Ja, zoals je kan zien, one line a day. En dit had ik vorige maand niet bijgehouden, omdat ik vorige maand echt... ontzettend veel pijn had. En ja, heel veel gedoe in ieder geval. Maar ik hoop het deze maand toch weer een beetje anders te gaan doen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En misschien tot de volgende keer. Doei doei!